Valken, die voetbalt in de vierde klas. En dan krijgen ze een grasveld. Terwijl alle clubs in jullie afdeling toch het grootste gedeelte op kunstgras voetballen. Waarom hebben jullie gekozen voor gewoon gras? Dat heeft te maken met het feit dat er verschillend gedacht wordt over kunstgras. Binnen het bestuur is het nog niet echt een item. En ook vanuit onze leden krijgen wij onvoldoende signalen dat er een grote wens is om op kunstgras te gaan spelen. Daarna speelt het aspect dat wij schatplichtig zijn aan de gemeente op dit moment. Vanwege het prachtige gebouw achter je. Het aanleg van een kunstgrasveld, zoals je weet, kost heel veel geld. Zodoende hebben wij op dit moment geen aanleiding om plannen te maken om over te stappen op kunstgras. Ja, kunstgras is ook gevoelig voor blessures. En daarom hebben jullie waarschijnlijk ook een beetje om normaal gras gekozen. Nee, het is zoals ik zojuist zeg, de blessure, de overweging wel of minder blessures is bij ons geen overweging geweest. Dus puur financieel? Puur financieel. Nou, niet puur financieel. Ook het feit dat wij vinden, althans zeker een groot gedeelte binnen onze club, dat voetbal echt op echt gras gespeeld moet worden. Ja. Ook een uniek feit is, ze hebben vanmorgen hier ingezaaid. Wanneer verwachten jullie dat jullie er weer op kunnen voetballen? We hebben de afspraken gemaakt met de gemeente dat dit grote onderhoud op tijd in het jaar plaats zou vinden. Zodat wij normaal gesproken met de ingang van het nieuwe seizoen op dit prachtige veld kunnen gaan spelen. En de oefenpartijen doen jullie er op andere velden? De oefenpartijen gaan wij bewust om dit veld de gelegenheid te geven tot volle wasdom te komen. Gaan wij op het hiernaast gelegen B-veld spelen, ja, klopt. Ja. Uniek is ook, en dat zie je hoofdzakelijk bij professionele clubs, de besproeiing. Ja. 24 spuiten komen hier te staan. Ja. Gaat het via de waterleiding of via de sloot? Dat gaat via het achter ons complex gelegen kanaal. Aan het kanaal is een grote pomp, of tenminste een vrij grote pomp geïnstalleerd. Is die er al, die pomp? Die pomp die staat er al. Voor zover ik weet staat die er al. Moet nog wel aangesloten worden. Maar alle leidingen naartoe die zijn zeker aangelegd. Of de pompen fysiek zelf staat, weet ik even niet op dit moment. Maar er komt een pomp te staan die het water uit het kanaal gaat onttrekken om de velden van water te voorzien. Hoe werkt dat dan, die spuiten die nu al geïnstalleerd zijn? Die spuiten, die kopjes, die worden echt op maaiveldniveau geïnstalleerd. En op het moment dat er besproeid gaat worden, komen ze iets omhoog. En dan kunnen ze hun werk doen. Dus ja, tijdens het voetballen zelf heb je er geen last van. Dat zie je ook zakelijk bij profclubs, hè? Zo'n spuitinstallatie. Ja, maar wij hebben bijna de status van profclub, dus dat past precies. Oké, de drainering is ook aangepast? De drainering is nu niet aangepast, nee. Die is vrij recent gecontroleerd en ook doorgespoten. Dus de drainage die functioneert naar behoren. Ja. Kun je overigens ook zien, hè? Want de hoosbui van vorige week heeft op dit veld geen centje pijn gegeven. Geen plassen? Geen plassen, nee. Het onderhoud, gaat de gemeente dat doen of gaan jullie dat zelf doen met een eigen maaimachine? Nee, het onderhoud ligt volledig bij de gemeente. Wij zijn huurder, van het complex. Maar inclusief onderhoud. Ik heb wel eens meegemaakt dat er zondags gespeeld moet worden, maar dat het gras eigenlijk te hoog was. Ja, dat klopt. Dat is uiteraard niet de bedoeling, maar dat gebeurt. Daar waar mensen werken worden soms foutjes gemaakt. En dat is onvermijdelijk. Dat gebeurt niet vaak gelukkig, maar dat kan gebeuren. En, het grasmaaien aan zich is sowieso een punt van aandacht binnen onze club. Wat is de doelstelling nu in de club? Want met zo'n prachtig mooie grasveld, een mooie sproeieninstallatie. Promotie naar de derde klas? Dat is geen doel op zich. Wij zijn een club die voorstaat dat de leden met plezier voetballen. En als vanuit het plezier en vanuit de kwaliteiten binnen de selectie met onze trainers promotie bewerkstelligd kan worden, dan juichen wij dat van harte toe, maar het is geen doel op zich. Vorig jaar is er eigenlijk wij al in gevoetbald. Hoe heeft de vereniging dat zich kunnen redden? Wij hebben een gezonde financiële basis. Dus wij hebben dankzij ook hulp van instanties van de gemeente, al die regelingen, ik weet ze even niet bij name,
hebben wij gebruik van kunnen maken. Uiteraard hebben we weinig kosten gehad. Met name vanwege de handbal geen zaalhuur. Dus wij hebben de coronaperiode goed kunnen overleven. Hoofd onderhoud velden, Jaap Laan. Of weet je dat niet? Ik heb wel een beetje wat te zeggen hier, ja. Ja, want jij steekt je vinger in de grond en je weet wat of er gevoetbald mag worden. Ja, die tijd heb ik gehad vanzelf. Ik ben al sinds met je 70ste moet je stoppen met de console, volgens de KNVB. En nu ben ik iets ouder, dus dat is, laat ik aan anderen over. Ruud Klaai is nu de consul hierin. Oké, hoe oud ben je, Jaap? En op een even vraag. Hoe oud? Hoe jong? Hoe jong? 85. Ja. En dan nog steeds vrijwilliger voor het onderhoud van de velden? Ik vind het heel leuk werk om te doen. En gezellig altijd. En ik voel me hier wel een beetje thuis, ja. Hoe groot is de groep? Nou, maandag zitten we hier met een, als we de dames meerekenen, een man of 10. En dan doen we de werkzaamheden die erbij horen die maandag. Die velden overlopen, kleedkamers enzovoort. Er is altijd wel wat te doen vanzelf. De kluiten wegdouwen, een beetje aanstand. Onder de rust lopen zo met profclubs. Nou, zover ben wij nog niet. Wie weet in de toekomst. Morgen is het ingezaaid. Ben je erbij geweest? Nee, ik ben er niet bij geweest. Ik had andere drukte. Ja. Maar ik wist dat. Ik kan er toch zelf helemaal niks aan doen. Ik ga allemaal niet meer hopen dat het goed komt. Dat er een klein beetje regen op komt. Nu regent het zowat al vanzelf, dus dat het groeiende heen gaat. 1 augustus zaaien en 18 augustus maaien. Ja, maar we zijn al een vraag te vroeg. Dus ik bedoel, nu wordt het waarschijnlijk 1 augustus maaien. Geen idee, maar in ieder geval komt goed, denk ik. Ja. 24 spuiten, dat zei ik al. Dat is uniek, hè? Maar toen hoeven jullie geen spuit meer uit te leggen. Dat deden wij niet, dat deed de gemeente altijd. Dus nu zetten jullie zelf de spuit aan? Ik heb nog niet ieder idee wie de sleutels kreeg van dat hokje. Maar dat wordt waarschijnlijk Jaap Laan. Nee, ik ben niet elke zondag, maar elke thuiswedstrijd als er hier gevoetbald wordt. Dan ben ik niet. Dat zou je aan Timon Groot moeten vragen wie de sleutels krijgt van de. Nou, je krijgt de sleutels, Jaap. Ik heb al een bos sleutels, dus ik heb er ook best eentje bij. Dat veld wordt gemaaid door de gemeente. Hadden jullie als ploeg van vrijwilligers niet liever zelf een maaimachine gehad? Dat je de veld zelf mocht maaien? Het ideale is alweer een robot. Ja. Maar ik geloof dat het nogal een kostbare zaak is voor de valken. Dus daar wil ik me voor de rest niet over uitlaten. Want dat weet ik ook niet vanzelf. Maar het verschil in maaien zit er nogal wat eens aan. Of de gemeente dat nou doet. Of vroeger hadden we maaien die kwamen uit het Waaland vandaan. Dat was Stoop. Een betere maaier was er volgens mijn optiek niet in Noord-Holland. Maar ja, dat is een kostenplaatje, denk ik, uit het Waaland vandaan komen enzovoort. En nou doen de gemeenten het. En als noodgeval hebben we altijd nog zwanen hier achter de hand. Oké, dus als het gras even te hoog is, dan denken jullie nou, dan bellen we zwaan. Wil je het even voor de zondag? De gemeente houdt het goed in de gaten en die komt dan, als het nodig is, 2 keer in de week. Toch is het wel eens gebeurd, hè, dat het gras te hoog was. Ja. Ze vergeten dat wel eens een keer, ja. Ja. En heb je geen lijntjes bij de gemeente? Bij de gemeente? Ja. Nou, ik ken wel iemand van de gemeente die ik wel eens belde, maar ja, dat lag allemaal zo moeilijk. Dus daar ben ik een beetje klaar mee. Het klonk een beetje als je was er een beetje boos over. Nou ja, een beetje, toch 2 beetjes. Maar ja, wat moet je ermee, hè? Ja, vrijdags zijn jullie hier ook en dan worden de lijnen getrokken. Ja. Ja, jij weet natuurlijk en dan hopen we wel dat die gemeente op donderdagmiddag komt om het te maaien, dat wij vrijdag de hele dag de tijd hebben om die lijnen te verzellen. Als het morgens regent, kunnen we niet lijnen verzellen. Dan vervallen we al aan de middag. En als het net andersom is, dan gaan we morgens lijnen. Dus als het donderdag gemaaid wordt, dan kunnen we vrijdag rustig ontstaan.